Een vrijstaande woning aan de Tieteslaan in Beuningen is begin donderdagnacht ernstig beschadigd geraakt door een brand die uitbrak na een blikseminslag. In de woning waren op dat moment drie bewoners aanwezig: een man, een vrouw en een kind. Zij konden hun woning op tijd verlaten en worden opgevangen in een camper van de buren. Iets voor drie s nachts had de brandweer de brand onder controle. De brandweer laat weten dat roetdeeltjes zijn vrijgekomen bij de brand. Buurtbewoners die de deeltjes vinden kunnen die volgens de veiligheidsregio Gelderland-Zuid gewoon wegspoelen.